Hoeveel kilometers heb je deze week op de planning staan? Heb je al een schema? Het zal toch richting 800 zijn, denk ik. Gaat dat genoeg zijn? Of denk je dat er nog iemand... Ja, ik reken toch op de teammates voor de grote getallen. Ja, ik heb dus gehoord dat jij iemand uit de hoge hoed hebt getoverd. Die ja. 300 kilometer gaat doen. Ja, dat is Maxime. Dat is een van mijn vaste trainingsmaten. En die heeft morgen een ritje gepland van 400 kilometer. Kijk, dat telt aan. Dat is niet slecht inderdaad, dat helpt. En ga je nog, want je traint best wel vaak met Greg, ga je nu deze week gesplitst? Of gaat het samen? Toch nog het meeste samen denk ik, want ja, het is zo eenzaam anders. Hè. Dus er worden bondjes gesloten? Ja, maar wij hebben het niet echt in de hand. Het zijn vooral onze wielertouristen die het verschil moeten maken. Dus wij rekenen op hen. En wat ga je doen? Hoe ga je die aansporen? Gewoon in een luie zetel? Ja, ik verwacht dat ze toch op Strava mijn ritten checken en minstens hetzelfde doen. Hè. Dus als we gemiddelde van 800 per man hebben, zal het wel lukken, zie ik. Dan kom je een heel eind. Dan kom je een heel eind. Heb je nog iets dat je wil zeggen tegen je knechten? Nog één, zeg maar, één laatste motto voor deze week? Goh, ja, ze zijn blij dat het niet regent. En ja, ik verwacht toch echt wel 100 kilometer per man per dag gemiddeld. En that's what it takes, whatever it takes. Nou, dat vind ik een goeie. Gewoon iedereen die fiets moet minimaal 100 kilometer per dag gaan rijden. Ik vind dat ook, ja. Dan kom je in eind. Top, heel veel succes deze week. Met je 800 kilometer. Was ik heb een